Welkom bij de 8.4 podcast. Vandaag gaan we kijken naar bloed, bloedvaten en het hart. Je bloed stroomt, gelukkig wel. Als je een buisje bloed neemt, dan ziet het er zo uit. Bovenste laag is bloedplasma, 45%. De rest onderin zijn bloedcellen. Voedingsstoffen en afvalstoffen, waaronder ook CO2, worden vervoerd door het plasma. Zuurstof wordt vervoerd door de rode bloedcellen. En hier zie je een rode bloedcel met onder een doorsnede. En hemoglobine zit daar en dat vervoert de zuurstof. Hier zie je wat je ziet door een microscoop als je een preparaat van bloed bekijkt. Heb je misschien wel gedaan in de eerste. Boven zie je slagaders, onder zag je aders. Hier een doorsnede van een slagader. Die heeft een dikke spierlaag, een vrij klein lumen, een dekweefsel en geen kleppen. Zo kun je in een plaatje een slagader herkennen. Dit is een holle ader. Die heeft een dunne spierwand, een groot lumen en kleppen. En daardoor stroomt het bloed maar één kant op. Die kant, zodat de klep open gaat en het kan niet terugstromen. Hier zie je de aorta en je ziet dat die meeveert en terugveert als er bloed gepompt wordt. Dit is een haarvaatje. En die heeft ook een dekweefsellaagje, maar geen spierweefsel en een heel klein lumen en geen kleppen. Zo kun je een haarvaatje herkennen. De kleine bloedsomloop die gaat van het hart naar de longen, zowel rechts als links, en dan weer terug naar het hart. Dat is de kleine bloedsomloop. De grote bloedsomloop begint ook bij het hart, maar gaat naar de organen, in dit geval een been, en dan weer terug naar het hart. Grote en de kleine bloedsomloop. Een dubbele bloedsomloop dus. We gaan een rode bloedcel volgen. Van het hart gaat die op weg naar de longen. Via de longslagader dus. Naar de longhaarvaatjes. Daar neemt die zuurstof op. Dan gaat die via de longader. En let op de kleur van de longader. Die is rood, dus er zit veel zuurstof in. Weer terug naar het hart. En van het hart gaat hij via de aorta. En hij gaat naar de darm, want hij gaat voedingsstoffen opnemen. Dus hij komt in de darmslagader. De haarvaatjes van de darm, van de dunne darm, daar neemt hij voedingsstoffen op. En dan, let op, hij gaat via de poortader naar de lever. Via de poortader komt hij bij de haarvaatjes van de lever. Via de leverader en dan komt hij terecht na de leverader in de onderste holle ader en dan gaat hij weer terug naar het hart. Zo, die heeft zijn kringloopje gemaakt. Kan natuurlijk ook langs andere organen gaan, maar dat moet je zelf maar bedenken. Hier is een hart en deze kant is rechts bij het hart en deze kant is links. Want je moet kijken zoals het bij jouw hart zou zijn. We gaan een rode bloedcel volgen. Hij komt van het lichaam. En dan komt hij in dit geval de bovenste holle ader. En dan komt hij in de rechterboezem terecht. Dan komt hij langs de rechterhartklep in de rechterkamer. En als de rechterkamer samenknijpt, gaat hij langs de rechter slagaderklep en dan gaat hij via de longslagader naar de longen. En eigenlijk moet in dit plaatje de kleur dus blauw zijn. Hij komt terug van de longen en dan komt hij terecht in de linkerboezem. Via de linkerhartklep naar de linkerkamer en als die samenknijpt via de linker slagaderklep naar de aorta. Dan gaat hij naar de rest van het lichaam. Als hij daar geweest is, dan komt hij weer terug in de bovenste holle ader. En dan heeft hij zijn rondje gemaakt. Hoe komt het nou dat in je aders bloed toch de goede kant op stroomt? Je spieren trekken samen en door de kleppen kan het bloed maar één kant op. Een hartcyclus. 1. De boezem trekken samen, de kamers stromen vol. 2. De kamers die trekken samen en bloed stroomt naar de slagaders. En 3 is de hartpauze. Dan is alles ontspannen en stromen de boezems vol. Als je bloeddruk meet,
Dan sluit je eerst de slagaders en de aders af. Je hoort dan geen geluid. Je laat lucht ontsnappen en de slagader gaat open. Dan hoor je een geluid en dat is de bovendruk. Als de slagader vrijwel helemaal open is, hoor je geen geluid meer en dat is de onderdruk. De sinusknoop is een plekje op je hart en dat genereert een impuls. Dus dat laat de boezems en de kamers samentrekken. En als dat niet goed werkt, die sinusknoop, kun je een pacemaker krijgen. Die neemt het over van de sinusknoop. Hier zie je een elektrocardiogram. Zo ziet het eruit op het scherm of op papier als je hart klopt. Dit was hem alweer, de 8.4 podcast. Een hele ingewikkelde deze keer. Heel veel succes met studeren. Tot de volgende keer.